Een betonnen mast van de NV Energiebedrijf in Suriname aan de Jagannath Lajmanstraat is vanmorgen op een auto terechtgekomen. De kolossale masten zijn niet op een betonblok bevestigd, maar zijn gewoon een meter in de grond geplaatst. Door de regen is de grond te zacht geworden, waardoor het gevaar te omlaag kwam en op het dak van de auto is terechtgekomen. Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen. De brandweer moest eraan te pas komen om de betonnen mast te verwijderen. De technisch directeur van de EBS, Marcel Eindhoven, heeft zich op de plek des onheils georiënteerd. Er is veel kritiek op het pilotproject van het bedrijf. Deskundigen hebben gewezen op het gevaar van het gebruik van betonnen masten zo dicht langs de weg. Ook de wijze van bevestigen van de masten wordt bekritiseerd.